Minister Amar Ramadan betreurt het dat de RGD-artsen hebben besloten om per vandaag in actie te gaan. Zijn oproep is dan ook om het pad van dialoog te kiezen. De Vereniging van Regionale Gezondheidsdienstartsen is in actie omdat hun wensenpakket al langer dan 6 maanden ligt bij de directie van RGD en zij geen tegenbod hebben ontvangen. De vereniging meent dat ook de RGD-artsen gebukt gaan onder erbarmelijke leefomstandigheden. Minister Ramadan weet nog niet wat de impact van de actie is op de dienstverlening. Dat partijen samen uit dit probleem kunnen komen, zegt de bewindsman. Feit is mijn mening. Er is geen enkele dringende reden om het werk neer te leggen. Dat is mijn mening. Dat is ook de mening van de RGD. Er is geen conflict. Er is geen arbeidsconflict. Er is geen enkele dringende reden om het werk neer te leggen in deze vorm. Helaas kiest men er wel voor om gelijk over te gaan tot actie. Terwijl we feitelijk gewoon op het pad van dialoog moeten blijven om te praten. En ik denk dat er genoeg ruimte is om te praten. De regering heeft nooit gezegd dat we niet praten. We praten altijd. Maar je kan niet met een mes op de keel onderhandelen. Dus willen we praten, dan moet je wel die acties opheffen of opschorten. Laten we praten. En als we echt niet eruit kunnen komen, dan mag je alles doen. Maar het schijnt een gebruik te zijn dat we tegenwoordig heel snel grijpen naar actiemodel staken of wel actie. Ik merk het de laatste tijd dat vroeger als arts, ik weet niet hoe je het woord staken moet noemen. De bewindsman vraagt zich af hoe patiënten die op de poli komen moeten omgaan met de actie, omdat artsen in staking zijn voor een loonsverhoging. Ramadan zegt dat artsen hun optiek naar de dienstverlening moeten wijzigen. Maar ik bied de ondersteunende hand aan alle twee organisaties, de RGD en de artsen, om snel te geraken. En als het niet kan, dan moeten we daar als regering ook ondersteuning aan bieden. In ieder geval, voor nu heb ik nog geen feedback hoe de actie is en de impact is van de actie naar de samenleving toe. Ik reken op de verantwoordelijkheid van de arts, de individuele arts, en daarom roep ik ze ook op, blijf werken. Maar natuurlijk, als je ontevreden bent over je loon, dan moet je altijd praten en blijven praten. Maar als we gelijk gaan grijpen en aangeven van als je dat niet doet, dan gaan we blijven. Dat is geen manier hoe je zaken oplost. Dus ik reken op de wijsheid en de verantwoordelijkheid van de artsen. En u mag op mij rekenen, zij mogen op mij rekenen. Dat ik vanuit mij als gezondheidsautoriteit, als overheidsvertegenwoordiger, er alles aan zal doen om eerlijk aan te geven wat de mogelijkheden zijn om aan te passen. Ramadan is ervan overtuigd dat het wel goed komt tussen de betrokken partijen, maar roept voor nu de artsen op om hun verantwoordelijkheid naar de samenleving te blijven dragen.